Je was altijd met mij erbij en ik kan er niet. Hoi, ik ben Senna, ik ben 16 jaar oud en ik woon in Vleuten. Ik schrijf teksten en daarnaast zing ik ook. Ik ben dus op schrijverskamp geweest van het Box Cultuurhuis en jou. En het was over het algemeen gewoon een hele leuke ervaring. En ik heb veel nieuwe dingen geleerd. Ik heb geschreven, ik heb gezongen. En ook leren beats maken bijvoorbeeld ook. Ik vind het belangrijk om teksten te schrijven over mijn eigen ervaringen. Dus mijn verhaal te delen. Mijn genre muziek is wel echt, ik hou heel erg een beetje van het R&B, dat old school. Maar ik hou ook wel een beetje van de muziek van nu. Ik denk een soortgelijke artiest. Ik denk Georgia Smith, denk ik. Don't you run when you hear the sirens coming. When you hear the sirens. Ik vind haar echt super cool. En zij, ik zie heel vaak, alles komt heel makkelijk uit haar mond of zo. En je voelt het gewoon heel erg. En echt wat zij doet, dat wil ik gewoon eigenlijk ook heel erg graag. Dat vind ik echt heel mooi. Het liedje die ik dus voor het schrijverskamp heb geschreven gaat dus over mijn moeder. Want mijn moeder heeft dus 4 jaar geleden heeft ze borstkanker gekregen. Een sterke vrouw zie ik in jou. Ik blijf jou altijd trouw. En in die tijd vond ik het gewoon heel lastig om te praten over. En het was ook gewoon in mijn familie was het niet van praat er maar even over. Want ik weet niet of het bij iedereen zo is, maar bij mij is het wel zo van je moet geduld hebben. Je moet gewoon afwachten en er komt op een dag komt het goed. Maar ik had wel gewoon de behoefte om erover te praten. Jij, je bent alles voor mij, oh jij. Ik denk dat ik wel tekstschrijver zou willen worden. Omdat dat op dit moment ook iets is wat ik super leuk vind. Het zingen ervan vind ik natuurlijk ook heel leuk. Maar het is niet mijn allersterkste punt, denk ik. Maar ik denk ook dat ik met dat teksten schrijven, er zijn verschillende andere manieren hoe ik dat kan laten zien aan andere mensen. Dus dat wil ik nog zomaar gaan kijken hoe ik dat wil doen. Ergens in april, 15 april, ja, ga ik dus een expositie organiseren. Waar we geld gaan inzamelen voor het KWF kankerbestrijding. En daar als kunstbeeldende vorming laat ik dus bezoekers rondlopen in de ruimte. En kan je door middel van een soort van speakers kan je het liedje horen die we hebben geschreven. Die gaat over mijn moeder. Ja. Ons leven compleet. Ik wil niet terug.